Landbouwers Kommewijnen kregen informatie over Matching Grant Facility. Het Suriname Market Access Project, SAMAP, een initiatief van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, een infosessie gehouden voor de boeren van het district Kommewijnen over de Matching Grant Facility, MGF. De infosessie werd gehouden op vrijdag 20 september jongstleden. De MGF is een fonds dat agrariërs in gelegenheid stelt in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning door middel van een grant indien zij aan de gestelde criteria voldoen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.